Hallo mensen, super tof dat jullie kijken bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Tex en vandaag zit ik weer in GTA 5 online. En ik ga vandaag weer een paar missies voor jullie doen om te laten zien waarmee je eigenlijk wel gewoon heel veel geld mee kan verdienen. Want er zijn weer wat missies 2 keer cash en RP geworden. Of zelfs meer. Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld, dan moeten we even naar de stad toe. Je hebt hier bijvoorbeeld Transform Series, dat is nu 3 keer cash en RP. Dat wordt dan 3 keer verdubbeld. En even kijken, Gerard missies, dat zijn, even kijken hoor, krijg je daar ook dat dingetje bij, links? Nee, maar in ieder geval, Gerard missies die zijn ook 2 keer cash en RP, dus we gaan Gerard even bellen. Even kijken waar die staat in mijn contacten. Zo, en dan kunnen we even vragen aan hem of hij even een job kan geven aan ons. Zo. En anders dan zoek ik hem wel anders. Ah, kijk. Gerard missie, 2 keer cash en RP. Het zijn allemaal verschillende soorten missies. Dus even kijken, last play. Ja, we doen gewoon last play. En dan gaan we die lekker spelen. In ieder geval hebben jullie al heel veel zin in. Doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En dan ga ik gewoon nu laten zien hoe je eigenlijk heel makkelijk geld kan verdienen als je deze missies 2 keer cash en RP hebt. Want ze zijn echt heel kort en gewoon heel erg chill, want je verdient super veel geld ermee voor de tijd dat je ermee speelt. Dus ik ga hem even, zie ik jullie als we beginnen. Ik wilde in mijn auto, hè? Maar die is van mij. Pech voor jou. Ja, ik rij gewoon door. Zo. Ik heb geen idee wat we moeten doen en waar we naartoe moeten. Dan ging ik bijna botsen. In ieder geval, we gaan. Ik heb echt geen idee wat we in deze missie moeten doen. Ik weet het echt niet meer. Volgens mij moeten we ergens onder de grond naar een bus gaan zoeken of zo. Maar voor de rest heb ik echt geen idee wat we moeten doen. In ieder geval hier zo. En dan rij ik nu eentje verder. Want hier kan je in één keer onder de grond. Zo. En dan is het hier, als het goed is. Zo. Zo, shit, al hard, jongen. Holy shit. Oh, ik heb niet echt snacks, zeg maar. Oké, pushen. Waarom staan hier nog? Oh. Zo, oké, daar lag nog iemand achter. Maar die zal nu... De Universiteit van Los Santos, daar moeten we naartoe. Oh wacht, we moeten de andere kant op. Ah, we kunnen ook wel zo trouwens. Boeit mij niet zoveel waar we langs gaan. Zo. We hebben in ieder geval wel iemand met een MK2. Die vliegende motor. Dus die kan ons wel gewoon goed beschermen en zo. Dus dat is wel nice. Zo. Gaan we nu hier zo langs. Ja, kijk, die gast met die oppressor, die heeft gewoon lekkere raketten erop. Dus die kan al die mensen gewoon neerknallen. Dat is wel heel erg chill. Zo. Even kijken, hoe heet die gast? Dat is Lil Thai Biggest. Die gast, die heeft een vliegende motor. Hij is ook level 174, dus dat is ook wel logisch dan een beetje. Maar goed, we moeten nog 39 mijl. Dat is niet zoveel, dus dit rijden we gewoon nog even door. En dan moeten we naar poppetjes gaan zoeken, dat weet ik wel. Ik ben benieuwd hoe lang we daarover gaan doen, want ik heb deze missie namelijk wel een keer gedaan en ik weet het nog. Kijk, action figures moeten we zoeken. Allemaal van die poppetjes. Ik kan wel even kijken of ik er eentje kan vinden. Kijk, deze. Hier zochten we heel lang naar de vorige kindje. Zo.
Dan hebben we er nu al drie. Dit kan echt heel erg lang duren als je. Als je ze echt niet kan vinden, dan kan het echt heel erg lang duren. Even kijken of hier iets achter. Oh ja, kijk, daar op het tennisveld. Oh, even mijn nek gebroken. Kijk, daarbij dat dingetje. Dat schietding voor die ballen. Hebben we er nog één. En dan heb je nog geluk dat. Dan hebben we nog geluk dat er één iemand is die dan deze missie laatst nog heeft gedaan. Waardoor hij de locaties nog wel een beetje weet. Maar als dat niet zo is, dan kan dit echt heel lang duren. Want ik heb dat wel gehad hoor. Dat is niet normaal. Even kijken, kijk, hier is er weer één. Oh, we hoeven er nu nog maar één. Dit gaat super snel. Even kijken of er hier nog eentje. Oh ja, wacht. In deze. In dit ding. Is het. Ja, kijk, ik zie hem al. Dit hebben we lekker snel gedaan. Oh mijn god. Ik wil er gewoon in, joh. Zo. Nou, die hebben we allemaal. Dus dan hebben we al die figuurtjes gevonden. Ik zweer het hier. Waren we de vorige keer 20 minuten mee bezig. En ik heb ze nu binnen 2 minuten. Serieus, dat eerste poppetje die ik vond bij de deur. Daar zo. Was ik gewoon echt heel lang mee bezig. Maar goed, we rijden even naar de volgende locatie. En dan zien we jullie daar. Hier eerst even naar boven. Oh, kijk, hier staat er al één. Zo. Hoppa. Kijk, ik weet ze niet precies meer, maar af en toe weet ik er nog wel even één. Want ik weet trouwens ook dat er daar zo bij die kapper, hier zo in het winkeltje, dat er hier ook eentje is. Zo. Even kijken. Hier, er zijn heel veel op het dak. Heel veel. Volgens mij zijn er, dat weet ik nog wel van de vorige keer. Ik weet niet precies hoeveel, maar er zijn echt redelijk wat op het dak. Dus ik ga heel even kijken of ik er. Hey. Er is hier trouwens ook gewoon een ladder, maar goed. Kijk, hier staat er weer eentje hier zo. Zo. Nou, dan heb ik tot nu toe alles gevonden. En hun hebben echt nog helemaal geen reet gedaan. Oh, daar staat nog één trouwens. Zo. Hier de container op. En dan nog een container op. En dan hebben we hem. Maar ik ga nog even hierboven. Helemaal boven op het dak kijken of er dan nog iets te vinden valt. Gaan we even via dit ding. Zo. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Er zijn heel wat op dat andere dak nog, denk ik. Ik ga wel even naar naar dat andere dak toe. Zo. Hier even naar beneden. We hebben in ieder geval nu 4 gevonden. Kijken. Zo. Kijken of hier wat ligt. Ja, kijk, daar heb je er weer een. Ik zei het toch, dus er liggen echt veel op het dak. Kijk, want hier ligt er weer eentje een beetje boven. Zo. Oh, ik sta vast. Ik kan niet langs dat boompje. Zo. Dan moet ik heel even kijken. Of ik hier. Ja, zo ja. Hier zo erop kan. Moeten er nog 2? Oh, daar is nog één. En daar is nog één. Ik zie ze alle 2. Oh, ik dacht dat die gast naar mij toe kwam. Zo, en hier weer er nog één. Zo. Oké, laat mij anders op die motor dan. Ja, hé, dat is nice. Oh. Batting. Even kijken hoor. We moeten even die gasten protecten. Zo. Er is volgens mij nog iemand met zo'n explosief. Oh, er is nog iemand met een scramjet, tuurlijk. Oh, die gast die kan ik niet lokken. Nou ja. Hey, maar dit gaat echt lekker snel, gast. Ik heb dit echt gemist, jongen. Ik heb deze motor ook gehad toen ik de bus nog hier neerzette, geloof ik. En dan hebben we hem al. Dan zijn we al klaar. Oh, jongens, we hebben 31.000 euro verdiend. Hey, dat is heel erg nice.
Ik kon even niet klippen dat we hem helemaal gehaald hadden. Dat we met die bus aankwamen. Maar we hebben hem in ieder geval gehaald. Dus mijn nieuwe video's. En als jullie me afvragen wat ik hier in Share Factory doe. Ik ben even mijn video's aan het editen. In ieder geval. Ik was nog een clipje vergeten. Dus ik denk ik ga niet helemaal op GTA opnieuw opstarten. En al die shit. En dan voor maar 10 seconden clip. In ieder geval hebben jullie nou genoten van deze video. Doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En dan zie ik jullie morgen.